Dag Doris, altijd leuk om jou weer te zien, ook op Musical World TV. Wil je eigenlijk dat ik in de lens kijk of wil je dat ik naar jou? Je mag afwisselen. Ah. Ah, ja. Maar mij krijg je al de zaal in, de mensen die kijken misschien nog niet. Nee, dus. Kijk gewoon. Okay. Dag mensen. Ik leer wat mama weet, bereid me voor als bruid. Met wie zal ik gaan trouwen, iemand kies papa uit. De keer dat ik jou sprak op de boerderij over Anna Tefka, wist je nog niet precies wie Golde was, degene die je speelde. Dat weet je nu na 2 weken inmiddels wel? Jawel. Leg eens uit. Ja. Het is natuurlijk een moeder van 5 dochters. En die dochters die zijn, dat is haar grote passie. Ja. En bezorgdheid ook. Daarnaast heeft ze Tevje als man, wat een leuke man is, maar die ook lui is en te laat komt, niet een heel daadkrachtig iemand. Dus zij heeft toch wel een beetje de touwtjes in handen, het zal wel moeten, want anders gebeurt er niet zoveel. Maar het is nog helemaal in de traditie van een heleboel tradities, dus ook dat huwelijk. Uiteindelijk is toch de man degene die de beslissingen neemt en die, ja, als het erop aankomt, de basis. Dus dat is nog een beetje zoeken voor mij, om aan de ene kant te spelen dat ik wel kordaat ben, maar het is ook wel weer een goed huwelijk. Dat je de juiste beslissing hebt genomen om deze rol te nemen? Ja, absoluut. En waarom dat dan? Daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. Nee? Want in de eerste versie die 10 jaar geleden gespeeld is, ook met Henk als Tevje, wilde ik ook heel graag de rol spelen. Maar toen werd ik daar te jong voor gevonden. Dus ja, maar toen was ik er al op. Uiteindelijk word je er oud genoeg voor. Ja, als je mazzel hebt, word je oud, ja. Ik speel Zeitel, de oudste dochter van Tevje. En vertel eens iets over haar. Zij is een beetje de liefste dochter, denk ik, van de 5. Of de meest die het liefst de ouders wil behagen. En het meest volgens de tradities is opgevoed en wil het heel graag goed doen en volgens de tradities leven. Maar op het moment dat zij wordt uitgehuwelijkd aan de slager, gaat ze toch in opstand komen omdat zij haar hart is verloren aan Mottel de kleermaker. En dan gaat ze toch proberen om papa te overtuigen dat ze niet met de slager hoeft te trouwen. Wat eigenlijk heel erg tegen haar eigen principes ingaat, maar ze is zo van een eerlijke gevoel dat ze het toch doet. Zit dat personage dicht bij jouzelf? Ja. Ja, dat zit heel dicht bij mezelf. En ja. Hoezo? Nou, ik ben thuis ook de oudste van 3. En ik ben ook iemand die het graag makkelijk maakt voor papa en mama. En daar heb ik altijd wel gehad. Dat ik goed een brave dochter wil zijn. En mag ik wat vragen, papa? Natuurlijk, mijn zoon. Staat er een zegen voor de tsaar? Nee, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Ik denk nu, ik ben laat begonnen, dat is heel grappig, maar ik ben met bouwkunde begonnen, ooit. Ik ben pas op mijn 21ste naar een opleiding gegaan, ik wist helemaal niks, ik kon nog geen noten lezen. 4 jaar over gedaan en nu zeg maar ruim 2 jaar, zeg maar 2 jaar aan het werk. En ik ben nog niet waar ik ben nog al lerende, ik ben nog lang niet klaar. En ik weet niet of ik ooit uitgeleerd raak, maar ik wil me nog steeds ontwikkelen, ik wil nog steeds beter worden dan wat ik nu ben. Ik ben heel kritisch naar mezelf. Heb jij een 5-jaren plan voor jezelf? Of kies je uit wat op je pad komt? Nee, ik heb wel een idee. Ik heb ook nog een idee misschien om een eigen voorstelling te maken. Daar ben ik echt mee bezig. Gisteravond toevallig nog met een vriendin van mij, ook werkzaam in het vak, nog mee aan tafel gezeten om dat toch eens om dat uit te diepen. En daar heb ik ook nog niet echt een datum voor, maar dat heeft zo voor
Rond in 2011 moet dat een beetje, dat is nog heel lang, maar dat is, begint heel klein. Moet de subsidies en al die dingen worden aangevraagd, maar dat ben ik, wil ik echt neerzetten. En wat ik heel belangrijk vind, is dat ik mezelf kan zijn, dat ik een persoonlijkheid word binnen de musical of het muziektheater. Dan vinden ze een vrouw voor mij als zij maar mooi is. Een nieuw gezicht. Wie ben jij? Ik ben Yannick Batens. En waar zouden we jou van moeten kennen? Nou, ik draai al een aantal jaar mee in de musicalwereld. En ik heb onder andere een Roosje gedaan, Hello Dolly, Tita Tovenaar in Efteling, Annie, Assepoester afgelopen jaar. En Kuifje, de musical heb ik ook nog gedaan. En nu Anatevka. Welke rol speel je in Anatevka? Nou, ik heb niet echt een rol. Ik ben eigenlijk swing, zeg maar. Dat is, als er ensembleplekken uitvallen, dan vang ik die eigenlijk op. En verder ben ik dancecaptain. Dat houdt in dat ik de choreografie strak hou en de opwarming geef en zo. Oh ja, die choreografie wordt achtergelaten door de choreograaf. Precies, en ik zorg dat het blijft zoals het bedoeld was. Dat vraag ik me altijd af. Wordt choreografie vastgelegd of zit het in jullie hoofden alleen maar? Nou, het is eigenlijk een beetje allebei, zeg maar. Mm-hmm. Het is langs de ene kant voor een groot deel vastgelegd, maar het is ook voor een deel in het hoofd. Ja, maar dat is dan wel een grote verantwoordelijkheid voor de dance captain. Die weet hoe het hoort. Hoe zorg jij daarvoor? Nou, door gewoon regelmatig te kijken wat er gebeurt. En dan op een gegeven moment toch weer notes te geven. En als het echt dramatisch wordt, dan ga je iedereen weer even samenroepen om weer even heel sec alles te repeteren. Ja, ja. Denk je ook eens aan grotere rollen te spelen naast het dansen? Ik weet het niet. Tenminste, als het op mijn pad komt, dan sta ik er natuurlijk voor open. Maar het is niet direct mijn eerste ambitie of zo. Aha. Ja, dat is misschien heel gek, maar het is, ja, ik weet niet. Het is niet direct mijn ding. Ik ben toch van origine danser. Ja. En dat is toch eigenlijk ook mijn ding altijd. Ja. En die grote rollen, ja, misschien komen ze nog, misschien niet. Maar het is niet mijn doel in mijn leven, zeg maar. Waar wil je dan dat het begrip of de persoonlijkheid Dennis ten Vergert voor staat? Binnen musicalland of binnen theaterland? Binnen theaterland zou ik graag willen dat de mensen weten van mij dat die jongens ambitieus wil leren. Maar is ook eigen gereid. Van die eigen gereidheid moet je gebruik van maken om, zeg maar, om daar de vruchten van te plukken eigenlijk. Anatevka, dat is een gegeven van de vorige generatie. Jij bent jong, jij weet wat jongeren daar aan kunnen vinden. Leg eens uit. Goh. Ik denk dat zo die tradities die toen leefden bij de Joden, wat wij spelen, dat nu nog wel heerst onder de Marokkaanse en Turkse cultuur. Die hechten ook nog heel erg aan het uithuwelijken en die tradities die zij uit hun land hebben meegenomen. En ik denk dat het een heel goede vergelijking is met wat wij spelen, met wat er nu in die culturen speelt, zeg maar. Dat doorbreken van, we wonen in Nederland, ik wil ook mijn eigen vriendje kiezen en mijn eigen man kiezen. Ik denk dat het voor die doelgroep heel erg dichtbij de waarheid is. Nou, ik denk dat nog altijd iets heel actueel is. Iets dat nog steeds, tenminste het verhaal, het concept, mensen die uit hun huis verjaagd worden, het is nog altijd heel actueel, zeg maar, overal in de wereld. Want? Ja, denk maar aan de oorlog in Irak, waar iedereen verjaagd wordt en zo. Mm-hmm. Nog altijd die joden die eigenlijk nog steeds geen eigen plek gevonden hebben. Dus het is nog eigenlijk iets dat nog na al die jaren nog steeds actueel is. En het is gewoon, ja, het is geen feel-good musical, het is gewoon echt realiteit. Er zit een historische waarde in, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is gewoon heel interessant voor jong en oud. Denk ik. Dankjewel. Alsjeblieft. Net zoals die violist, boven op het dak.